Voor mij voelen we goed. Dus ik denk na een jaar naar Turkije en waar eerder ben, ik voel mij gewoon hartstikke blij dat ik kan een jaar bij eerder ben tekenen. Ja, je bent dus in Turkije geweest, een avontuur, maar het was niet helemaal wat je had verwacht, denk ik. Nee, wat ik in de Turkije verwacht, ik had niet zo dingen verwacht. Maar weet je wat, dat was de voetballen. En soms heb je een goede leven, soms heb je het slecht. Maar nu, ik hoop dat bij Eredivisie gewoon beter kan doen. Nou, was dat ook voor jou de belangrijkste reden om terug te keren naar de Eredivisie en dus naar Heerenveen? Ja, voor mij was het belangrijk omdat ik heb eerder jaar gewoon bij Nederland gevoetbald. En Nederland voetbal past goed bij mij. En daarom heb ik gewoon voor Eredivisie dingen gekozen. Met Joël Moa, de nieuwe spits van Heerenveen. Ik denk een verrassende keuze voor veel supporters. Voor ons niet. Wij zijn hartstikke blij dat Matthew het komende jaar bij Heerenveen speelt. En waarom hebben jullie gekozen voor hem als nieuwe spits? Nou, als je kijkt naar de selectie, hebben wij heel veel jeugdig talent, jeugdige aanvallers. En wij wilden bewust een ervaren spits hebben of een ervaren aanvaller. Die ook, als het wat minder gaat, toch de rust bewaart en zijn ervaring over kan dragen, ook met name aan de jonge spelers. Ja, misschien ja, ze gaat voor mij leren, maar weet je wat, ik ben ook nog niet klaar. Dus ik leer ook elke dag voetballen en ik kan ook van de jongens ook leren. Dus we gaan gewoon voor elkaar gewoon leren. Hij heeft, wat je zegt, de nodige jaren in de Nederlandse competitie gespeeld. Hij heeft bij Vitesse gespeeld, 7 jaar volgens mij. Hij heeft daarna een uitstapje gemaakt naar Dortmund, is toen naar NAC gegaan. Nou, daar heeft hij 105 wedstrijden gespeeld geloof ik en in de 40 goals gemaakt. Aan het begin van het afgelopen seizoen nog 4 wedstrijden meegedaan bij NAC. Is toen verkocht naar Turkije. Nou, dat is geen succes geworden. Nou, en dat is de reden eigenlijk waarom wij hem nu kunnen halen. En daar zijn we heel blij mee. Je bent de opvolger van Dos natuurlijk. Die maakte de 32. Is dat een zware erfenis? Of? Over van Dos? Ja, weet je wat? Ik ben Amoa en Dos is Dos. Dus weet je wat? Voetbal, je weet nooit wat gaat gebeuren. Dus voor mij, ik ben bij Eredivisie. En ik ga gewoon mijn best doen en ik zie hoeveel doelpunten ga ik maken. Zij moeten concurrentie natuurlijk aangaan met alle aanvallers. Wij hebben, en dat is ook het leuke, veel aanvallers die ook op meerdere posities kunnen spelen. Alleen Matthew is wel het beste als hij als spits of als schaduwspits speelt. Weet je hoeveel doelpunten je hebt gemaakt in de Eredivisie tot nu toe? Tot nu toe denk ik 114. 115? 15? Ja, 115. Ja. Dat zijn er een hoop. En hoeveel ga je volgend jaar maken? Als ik moet zeggen, denk ik, misschien ga ik tussen 15 in, 20, maar als het meer is, dan gewoon meegenomen. Maar weet je wat, ik zeg wel, maar je voetbal, je weet nooit, maar weet je wat ik net zeg, ik ga gewoon mijn best doen en ik zie hoeveel doelpunten ga ik maken. Je gaat je best doen en genieten? Gewoon genieten. En weet je, voetbal is ook genieten. Dus ik ga gewoon genieten. En bij Eredivisie, als je hier zit met de supporters, is gewoon genieten. Vorige week hadden we Raitala, nu Amoa. Staan we hier volgende week weer? Of? Nou ja, misschien wel. Dat is een verrassing. Maar we blijven nog wel zoeken. We hebben ook aangegeven dat we nog een rechtsback zoeken. Dus daar zijn we nog druk mee bezig. En daar waar het kan, zullen wij proberen nog versterkingen voor Eredivisie te halen. Tot volgende week. Wie weet.